Deze meditatie wordt verzorgd door Dominee Heuting. In de rolverdeling van The Passion is hij een populair personage. Naast Jezus en bijvoorbeeld Judas vervult hij zelfs een hoofdrol. Dit jaar speelt Drakan Bakama Pilatus. Aanstaande donderdag is hij te zien in Harlingen en ook op de tv. De evangelist Marcus presenteert hem in zijn versie van het evangelie. Wij lezen hoofdstuk 15, vers 1 tot en met 5. Marcus 15, vers 1 tot en met 5. En meteen, smorgens vroeg... Beraadslaagden de overpriesters met de oudsten en de schriftgeleerden en heel de raad. En nadat zij Jezus gebonden hadden, brachten zij hem weg en leverden zij hem over aan Pilatus. En Pilatus vroeg hem: U bent de koning van de Joden? En hij antwoordde en zei: U zegt het. En de overpriesters beschuldigden hem van veel dingen, maar hij antwoordde niets. En Pilatus stelde hem opnieuw een vraag en zei: Antwoord u niets, zie hoeveel zij tegen u getuigen. Maar Jezus antwoordde helemaal niets meer, zodat Pilatus zich verwonderde. De Joodse Raad heeft de doodstraf geëist. In het proces Jezus. Hij kan echter niet overgaan tot de uitvoering van dit vonnis. Dit moet worden bekrachtigd door de Romeinse rechter. Israël is immers bezet gebied, Jeruzalem geannexeerd door Rome. Joodse en Romeinse rechtbanken staan in die tijd naast elkaar. Maar de doodstraf kan alleen maar worden voltrokken. Na een oordeel door de Romeinse magistraat. En zo komt Jezus dan ook in de vroege morgen van deze verschrikkelijke vrijdag, die wij inmiddels Goede Vrijdag noemen, te staan tegenover de hoogste rechter die de Romeinen in deze regio hebben, de stadhouder Tiberius Pontius Pilatus. Sinds enkele jaren is hij gedetacheerd als prefect van de provincie Judea. Pilatus is diplomaat, maar wel met een wat grillig karakter. Al streeft hij naar goede relaties met de bevolking, zijn connectie met koning Herodes is vijandig. Een politionele actie in de tempel waarbij Galileërs omkomen, leidt tot groot protest en dito-onrust... Marcus stelt hem als bekend voor in zijn verslag van deze dag. Hij vertelt eenvoudig dat het Sanhedrin Jezus uitlevert aan Pilatus. En zo treffen wij hem aan in het praetorium. Meteen schrijft Marcus in zijn stijl: meteen direct. De evangelist heeft namelijk haast. Om in zijn boek uit te komen bij de kern van de boodschap: Jezus Christus, de Messias van Israël, de Heer van de wereld. En die haast is zeker ook op deze dag geboden. Pesach nadert. Alles moet snel gebeuren, uit respect voor traditie, gewoonte en niet in de laatste plaats wetgeving. Het zou goed uitkomen als de Romeinse stadhouder zich ook een beetje voegt in dit Joodse tempo. Of hij, bij wijze van spreken, maar even wil tekenen bij het kruisje. Marcus vertelt dat er niet bij, maar kennelijk heeft er al vooroverleg plaatsgevonden. Pilatus blijkt immers op de hoogte van de aanklacht. Jezus noemt zich koning. Koning van de Joden. Koning van Israël. Met andere woorden, deze man is uit op revolutie. Hij beraamt een koep. Jezus van Nazareth is staatsgevaarlijk. Zeker voor het machtige Romeinse Rijk. En u vraagt Pilatus de Heer Jezus naar. En, en nadat hij aanvankelijk antwoordt: U zegt het. Reageert hij daarna niet meer? Wanneer de hoge priesters meer klachten aandragen, zwijgt Jezus. En ook wanneer de stadhouder voor de derde keer aandringt, houdt de Heer Jezus zijn mond. Apart is dat. Vind je niet? Er komen beschuldigingen, er klinkt heel veel kritiek op Jezus. Maar hij reageert niet. Bewijs ontbreekt trouwens. En Pilatus wordt nerveus van Jezus gedrag. Hij is wel anders gewend als een verdachte voor hem wordt geleid, vooral bij onschuld. En soms zie je dat gebeuren tijdens de uitzending van een rechtszaak op tv. Als de verdachte zich onschuldig voelt. En de rechter zijn requisitoir voorleest met het vonnis, wordt er geschreeuwd, soms met stoelen gesmeten. De pakketpolitie moet ingrijpen. Maar de heer Jezus antwoordt helemaal niets meer. Hij zwijgt, sprekende stilte. Marcus vertolkt alleen dat hij niets zegt, zodat Pilatus zich verwondert. De stadhouder zit duidelijk met de zaak. Juridisch kan hij niets. En toch levert hij straks op zijn beurt Jezus weer uit. Heb je in de gaten wat hier gebeurt? Pilatus vertegenwoordigt het Romeinse Rijk. Je zou ook kunnen zeggen: hij staat model voor de toenmalig bekende wereld. Nadat Jezus door de Joodse raad aan Hem is uitgeleverd, levert Hij Hem weer over. Wat een gesol met de Heere Jezus. In deze vroege morgen. Van de een naar de ander. Alsof niemand verantwoordelijkheid voor zijn zaak wil nemen. Israël niet. Rome niet. En toch. Impliciet staan ze allemaal schuldig aan Jezus dood. Wacht even, dan, dan moet ik onwillekeurig denken aan bekende woorden uit een minstens zo bekend gedicht van Jacobus Revius. Het zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten. Het zijn de krijgslieden niet. Je kunt ook zeggen: het zijn de Romeinen niet, hoor je, de Joden niet. De Romeinen niet. Ik ben het, o Heer. Ik ben het die u dit hebt aangedaan. Vandaag tekent de evangelist Marcus het ons voor. In die bijzondere rechtszitting van Pilatus. In de vroege morgen van deze verschrikkelijke vrijdag. En als ik goed kijk. Het is alsof me een spiegel wordt voorgehouden. En ik de Heer Jezus in zijn zwijgen hoor spreken. Zoals de profeet Jesaja al voorzegde: Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo doet hij zijn mond niet open. Hier staat het lam en draagt de schuld der wereld met zich mede. Ik zal daarvoor mijn leven lang U danken, dit gedenken. Al wat Gij voor mij zijt geweest, dat zal diep in mijn hart en geest voorgoed besloten wezen. Laten we bidden. Heren onze God, wij roepen U aan in de naam van Jezus. Wij horen zijn zwijgen. Als een lam dat stom is voor zijn scheerders, zo doet hij zijn mond niet open. En dan, het is al voor mij geschied. Daar worden wij stil van. Hoor ons bidden in Jezus' naam. Amen.